In de vorige aflevering was Zwarte Piet in het Pietenhuis en onderbraken wij tijdens het oefenen van Sinterklaasliedjes op de blokfluit. Ik heb nog steeds zere oren. Heb jij de kleurplaat van de website van HW1TV al gedownload? Zo, nu weer actie. Ik zal de vragen van deze aflevering weer aan reporter Piet mailen. Daar ging die weer. Ik zie dat ik weer een vraag heb gekregen. Ik zal eens kijken wat erbij zit. Hoe oud moet je zijn om Zwarte Piet te worden? Eigenlijk, ik was al Piet toen ik een beetje kon praten, toen werd ik al Piet. Dat heb ik altijd willen zijn en ik heb het altijd willen worden. Maar voordat de Sinterklaas echt kon gaan helpen, weet ik het niet meer. Ik weet het niet, misschien was ik 10 of 18. Ik weet niet, ik zal het eens aan Sinterklaas vragen, daar kom ik later wel op terug. Wordt je als Zwarte Piet geboren of kan iedereen Zwarte Piet worden? Oh, dat weet ik wel, hè. Of je als Zwarte Piet wordt geboren of kan iedereen het worden. Nou, eigenlijk een klein beetje wordt je natuurlijk als Zwarte Piet geboren. Maar dan nog hebben we natuurlijk de Zwarte Piet school, waar ik als reporter Piet heel wat jaren dus heb rondgelopen. En dan word je pas een echte goede Piet. Wat is het leukste dat je als Piet mag doen? Ja, als Piet moet je doen wat je goed kan. En ik kan goed reporteren en daarom ben ik de reporter Piet. En als jij dat ook wil worden en je bent een goede reporter, kun je ook reporter Piet worden. Natuurlijk. Worden Pieten wel eens verliefd? Oh, Pieten, ja. Natuurlijk worden Pieten wel eens verliefd. En reporter Piet is ook een beetje verliefd. Want reporter Piet zijn vriendin kan net als reporter Piet zelf een heel mooi blokfluit spelen. En ook een beetje zingen. En ze hebben hele mooie rode krullen. Ik ben echt verliefd op haar. Ja, Lijntje. Ik zal nog eens een keer zo'n mooie kleurplaat voor je gaan maken. Zo. Nou, kinderen. Dit zijn ze dan, hè? De pepers en de kruidnoten. Dit zijn de... En dit zijn dan de kruidnoten. Maar één van de twee zijn de pepernoten en de andere zijn dan de kruidnoten. Natuurlijk. Dat weten jullie wel, hè? Nu vragen jullie mij nog één vraag. Strooi jij ook met pepernoten of kruidnoten? Welke gooi je het lekkerst? De pepernoten of de kruidnoten? Nou, eigenlijk gooi ik met alles het liefste. Dat doe ik graag. Kijk. Dit was de reporter Piet van HW1 TV. Tot de volgende keer.